Dat was echt veel leuker dan ik had verwacht. Ik vind de school echt super. Ik kan gewoon jezelf zijn op deze school. Ja, daar voel je je dan fijn bij. Het eerste moment dat ik me echt thuis voelde was in de introductieweek, want er waren allemaal verschillende spelletjes waar je over je hobby's, je leeftijd, je sport, je kon alles vertellen daarin. En zo leerde je iedereen stuk voor stuk eigenlijk goed kennen. Ik denk op een gegeven moment in de pauzes, want dan ga je gezellig met elkaar zitten praten. Dan kom je wel achter van, hier voel ik me thuis. Ik denk dat ik een betere band heb gekregen met veel vrienden door de pauzes. Het is gewoon een heel fijn gevoel om zeg maar goede vrienden te hebben. Dat was gewoon echt de eerste toets die ik had. Ik had er ook wel een beetje een soort van zin in om mijn eerste proefwerk te maken. En toen ik mijn cijfer terugkreeg, het was een 9,7, daar was ik best wel blij mee. Ik dacht ook, het is een goede keuze dat ik deze school gekozen heb. Je kan de plusroute, sport en bewegen, kunst en cultuur, natuur en techniek. En als je HAVO en dat in één doet, dan kan je het gymnasium kiezen. Je zit niet met alleen maar kinderen uit je eigen klas. En dat is wel leuk, want nu ken ik ook meer kinderen van de school in plaats van dat ik alleen mijn eigen klas ken. Ja, doordat iedereen zo aardig was, voelde ik me eigenlijk gelijk thuis. Ja, eindelijk weer naar school en dan kom je binnen en dan loop je in de school en is het lekker druk en je hebt een hele positieve sfeer altijd. Ja, het is echt een van mijn favoriete jaren dat ik op school heb gezeten en ik voel me echt super thuis hier.